zodra ik jullie volledige aandacht heb. Als een cadeau aan Nicky. Twee nummers voor haar zingen, waarbij ik jullie woorden ga gebruiken of zingen. Kom maar door hoor. Rust in onrust. Rust in onrust. Verstilling. Nog meer? Schoonheid. Schoonheid. Kunstenares. Kunstenares. Het mag ook gecompliceerd hoor. Foto's. Ja. Foto's. Spektakel. Goed genomen. Spektakel. Goed genomen. De verbeelding voorbij. De verbeelding voorbij. Prachtig. Kom maar. Puur. Prachtig. Leuk, we gaan het in Nederland doen. Ja, dat bepaalt het publiek. Wat gebeurt na puur? Nog iemand? Liefde. Liefde. Dat is nog een uit. Kippenvel. Kippenvel. Ja. Kippenvel, het vuur dan. Je zal niet lang moeten. Ja, ja, alles. Ja. Slaap je maar weer. Dank je wel. Ik heb nog één. Intimiderend. En sereen. Mooie combinatie. Ik heb genoeg. Deze is van jouw publiek voor jou. En daarna zien we jouw liefde van jou over jou. Dank je wel, Lex. Alsjeblieft. Op piano Gideon Barrage. Museum Jan van der Toort, daar ging het heen. Wie had dat gedacht, wie had dat gedacht? De wereld over en nu hier geland. Zo sereen, zo thank you.
Ja, maar we zijn niet klaar. Maar nou, en dan blijf maar gewoon hier. Je bent dan toch al hier. Ik vind het namelijk heel mooi om één nummer echt om te proberen om te zingen. Wat jij kan beschrijven, waarom je dit hebt gedaan, wat het is. En ik ga gewoon gevoelsmatig daar een nummer bij maken. Ga ik één stapje naar beneden, want het podium is voor jou. Nou ja, het podium is absoluut voor jou hoor. Maar prima. Maar misschien kan je het uitleggen wel in de microfoon. Dat zeg ik wel aan. Ja, het werk. Uitleggen. Heel er is nog een microfoon volgens mij. Je mag alles vertellen wat je wil, er is geen restrictie. Over mijn werk? Ja, over jou. Nou, daar kom ik wel even bij. Het allerbelangrijkste is wat hier net ook gebeurde, dus puurheid en kwetsbaarheid. Dat komt zo mooi uit jouw hart, dankjewel. Wat ontzettend lief. Ik moest me heel erg inhouden om te dragen. En het delen. Through the eyes of others, door de ogen van een ander zie ik mezelf. Kijk even om je heen. Al deze lieve mensen die ik of al heel lang ken, of nieuwe vrienden heb gemaakt, familie. Het is voor mij een thuiswedstrijd vandaag. Het voelt zo goed. Dus kwetsbaarheid is het allerbelangrijkste. Mensen is het allerbelangrijkste. Die verschillen, kleuren, beelden, zonlicht, maanlicht. De puurheid van wat je krijgt als cadeau in deze wereld. En de verhalen die mensen mij vertellen, die mij raken. En het verhaal dat ik weer aan jullie mag vertellen. En hopelijk raakt het jullie dan niet zozeer. Zo. Het galmpje wordt even uitgehaald. Ik ga niet zingen. Lex Empers, dankjewel. Hoe mooi kan je een opening beginnen? En wat een opkomst als dit een voorbode is van hoe deze tentoonstelling gaat lopen, hoeveel bezoekers we gaan krijgen de komende 3 maanden. Dan staat hier een hele gelukkige directeur. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben heel even Katrien Verschuur en sinds dik een jaar directeur van dit museum. Speciaal welkom voor de burgemeester van Amstelveen, Mirjam van het Veld. Daar. Ja, bijna niet. Fijn dat je er bent. Speciaal welkom voor, denk ik inmiddels, de bekendste Amstelveener van Nederland. Humberto Tan zal zo Mickey interviewen, vandaar deze 2 stoelen. En zal daarna de tentoonstelling officieel openen. Uiteraard speciaal welkom voor de hoofdpersoon Mickey. Enorm fijn dat je hier bent, dat je hier hangt. Wij kwamen elkaar 10 maanden geleden tegen op de kunstwijk, min of meer toevallig. Ik zag een drukke stand, ik ging kijken, ik zag een prachtig werk, ik zag een prachtige vrouw. Ik denk, dit moet naar het museum, Jan van der Tocht. 2 weken later hadden wij een afspraak. Nou, dan zeggen de rest is geschiedenis, maar de rest is vooral toekomst. Wat ben ik ongelooflijk trots dat wij het eerste museum zijn wat jou exposeert. Het is leuk om de eerste te zijn als je weet dat je ook zeker niet de laatste bent. En ik doe het normaal gesproken nooit, maar nu er zoveel pers is, dacht ik wil woord van dank. Voordat ik Humberto het woord ga geven voor een paar mensen. Eduard Planting, zonder hem hadden we hier allemaal niet gestaan. Monsieur Hervé, de publiciteit. Ik denk dat we eerder kunnen vragen waar staan we niet in. Dan wel. Ja. Monsieur PR. Monsieur, ja, zeg dan Hervé. Ja, het is Hervé en Richard. Ja. Ik wil Jan Verschoor bedanken. Die weer deze prachtige inrichting heeft gedaan. Komt hij misschien, kan hier ook zo meteen een liedje van komen. De bedrijfsvrienden van het museum Jan van der Tocht. Want zonder deze vrienden
Bestaan wij ook niet, dat is KLM, Epifanes, KPMG, Achmea, BDO, Heemraad, Kronenburg en de gemeente Amstelveen. En de sponsors voor deze tentoonstelling, IJssel Media, Amstel Hotel. Er is op dit moment ook werk van Nicky te zien in het Amstel Hotel. We hebben dat vorige week geopend met een fantastische lunch. Ja. Anita Bos, dankjewel. En verder, dat is vooral de opening, AVEC. En de DJ en de Superclub. Allemaal heel veel dank. Ik wens iedereen een hele fijne. Yes! We zouden graag het podium aan Roberto Tan en Nicky Hogenhek. Oké, we gaan lekker staan. Dus weet je. Ja, maar dan kun je ons nog een beetje zien. Even laat ze misschien af, ja, wat doe ik hier? Ik denk dat anderhalf jaar geleden was Nicky bij mij in een uitzending bij RTL 8 Night. En toen zei ik ook tegen haar in de uitzending dat ik haar werk echt heel erg mooi vond en oorspronkelijk. Er waren ook veel van die werken die daarachter hadden. Ik fotografeerde mijn speciale interesse en ik keek de manier waarop zij dat deed. Ik vond het echt heel mooi. Vooral gezien de tijd waar ze nog met fotografie bezig was, echt helemaal niet zo lang eigenlijk. Ik kwam in ieder geval niet op dat niveau. En toen ze me vroeg, nou wat is het? 2 maanden geleden? 2,5 maanden? 3 maanden geleden ongeveer? Of ik de opening zou willen doen voor haar. Zeg ik, ja, wil ik wel. 2 redenen. Ja, 1, ja, precies, ik kom met onze 2. Maar voor het belangrijke, daar begon het mee. Die werken van jou vind ik heel mooi. En als ze hier zo hangen, ik heb je boek heb ik al mogen zien. Dus ik heb die werken, heb ik wel al het boek gezien, nog niet allemaal hangend. Puurheid zeg je. Maar ik denk vooral aan oorspronkelijkheid, aan eigenheid. Want heel veel mensen op een foto toestellen, heel veel mensen fotograferen, maar het zijn maar heel weinig die dat kennelijk op zo'n manier doen. Nou, kijk naar hoeveel mensen naar jou toe komen. Dus jouw bindingskracht, maar ook de bindingskracht van je werk. Dus ik vroeg me heel erg af, er is een moment geweest dat je iets van jezelf zag en dat je dacht, nou, volgens mij zit hier potentie in. Is één van die werken daar hier of zien we dat werk nooit meer terug? Nee, dat is zeker. Dat is Auto Damien. Het is het eerste werk in de andere zaal. Hi Matthijs. Dat is het eerste werk hier op de hoek. Het is dan een jong meisje van 14 met diamanten op haar gezicht. En ik weet nog heel goed dat ik in Austin, Texas woonde. Adam die zat in zijn studio, waar hij altijd zat, koptelefoons. En dat ik echt zat van, op het knopje van, kom nou even kijken. Want volgens mij heb ik iets gemaakt wat niet een gewone foto is. En dat werk is ook als eerste opgepakt. En dat hing toen binnen 4 weken in L.A. op een grote beurs. En 2 weken later in Washington D.C. En toen werd het verkocht. En toen had ik eerst iets van, hè? Voor hoeveel werd het verkocht? Ja, nee, dat we een beetje een idee hebben. $100, $1000. Ik had 3800. Maar daarom vraag ik het. Ja. Als jij voor 4000, je eerste werk, hè? Ja. Doe sommige mensen verkopen een hele leven niet een werk voor $4000. Jouw eerste werk voor 4000. Oh, Adam vond het geweldig. Dus hé, hey, dit is goed. Maar nu vind ik het mooi. Nee, maar dat is wel een stimulans. Ja. Toch? En dus toen je dat meisje had met die diamant, dacht je van oké, okay, wat dacht je precies gezien te hebben? Wat dacht je? Wat had je gevonden? Wie dochters heeft van 14 of 12, die kent dat gevoel. Die meid met die mooie grote ogen, grote oren, veel te lange benen van elastiek. En ze weten eigenlijk gewoon nog niet wat het is om vrouw te zijn. En daarin zag ik dus ook van, oh god lieve schat, wat jij allemaal nog moet meemaken. Wat ik al ongeveer, nou ja, zo en zo lang heb mee moeten maken. Dat is best wel, het zijn momenten in je leven. Dus die kristallen op haar gezicht staan voor de eerste liefde, haar eerste kus, haar eerste pijn, haar eerste verdriet. Haar ieder kristal is een emotie. Ja. En dan zeg je net, het gaat om puurheid. En toch als ik naar de werken kijk, zoals hier met Ray of zoals hier deze, ik noem maar even de geisha's. Er zit ook veel make-up op. Is dan de make-up bovenop de puurheid of is juist het geheel de puurheid wat we zien? Ik denk dat nog steeds het gevoel wat zij weerspiegelt is puur. Er zit zoveel rust in deze foto. En de make-up wilden we gebruiken juist om dat nog meer rustig te maken eigenlijk. En haar ogen zijn heel mooi. Ik had een droom over een fish eye. En de volgende dag ontmoet ik dat meisje. En dat meisje had de meest mooie oog. Hoe noem je dat? Boven je oog? Vorm. En ik zag, ik zag meteen die vishaai op dat oog. En je was blij. En zo vond ik ook iedereen steeds tegen. Als ik iets bedenk,
Dan ontmoet ik precies de volgende dag of een week later de persoon die ik daarvoor kan gebruiken. Maar meestal gaat het andersom. Meestal ontmoet ik eerst iemand en die persoon inspireert mij tot beelden die komen. En dan maak ik het op. Nou hangt het hier, 3 maanden. Maar inderdaad, zoals gezegd, is wel het eerste waar het hangt. Waar gaat dit allemaal nog naartoe? Want dit gaat een soort van internationale tour maken. Mag ik dat nog niet zeggen? Mag, ja. Vertel. Het gaat naar Austin, Texas. Tijuana, Mexico, bij de grens, een museum, komt het te hangen in september. Dan zijn de uitnodigingen voor Lima, Peru, Bogota, Colombia, Costa Rica, Panama. En ik denk ook in Mexico City. En eigenlijk de hele wereld straks natuurlijk. Dat is een beetje de bedoeling. Maar dat je het eerste expositie bent, dat is dat eerste meisje met diamanten. En niet gewoon één, dit is al bijzonder hè, Amstelveen in dit prachtig museum. Ja, maar je gaat gewoon eigenlijk de hele wereld over. Met je eerste expositie. Als het mag, heel graag. Het gebeurt, het mag, het gebeurt. Het is al zo. Waar ben je het meest trots op? Want ik bedoel, eigenlijk heeft je moeder het jou gestimuleerd om dit te gaan doen door je de camera te geven. Het staat mooi beschreven aan het begin. Dat je van je moeder de camera gekregen waardoor je uiteindelijk gaat fotograferen. Als je dat eerste moment terughaalt en dan nu kijkt naar deze 66 werken. Welk gevoel komt dan naar boven? Ik heb het boek opgedragen aan mijn moeder. Een trots gevoel. Ik geloof dat ieder kind wil graag dat ouders trots op hun kind zijn. Ik denk dat dat het is. Dat ik haar heel erg dankbaar ben dat ze me dat heeft gegeven. En dat het daadwerkelijk zo is gelopen als zij misschien wel had gedacht. Daar ben ik trots op. Volgens mij kan je ook heel trots zijn om gewoon het resultaat. We gaan het allemaal bekijken. Ik geef het als God, geef ik jou het laatste woord. Ik geloof ongetwijfeld echt dat ik dan een klein beetje heb gedaan, maar mensen willen dan ook nog iets willen zeggen. Doe dat. Jouw expositie, jouw ogen, jouw werk, jouw trots. Ik kan het niet weg, want ik wil als eerste jou bedanken. Ik heb het nog niet zeggen. Nee. Dat heb ik aan bedacht. En ik heb jou ooit heel mooi mogen fotograferen. Nou. Oh ja? En dat moet ik nu laten zien. Moet ik het uitpakken? Ja. Ik weet niet of je hier de pers bij bent. Ik zal het eerst checken. Ja, ondertussen wil ik graag dat Maria ter haar even naar voren komt, alsjeblieft. Zal Maria even naar voren komen? Het is goed ingepakt. Ik had u. Ja, gelukkig. Ik was erbij. Ja. Ben helemaal op het podium, lieverd. Ja. Dit is mijn moeders beste vriendin, Maria ter Haar. En voor mij tweede moeder. En ik heb voor jou, lieve schat, het eerste boek opgedragen aan Gine. Nee. Van haar en van mij, voor jou, omdat je er altijd bent. En ook een beetje haar plaats hebt ingenomen. En ik weet dat jij haar dierbaarste was vandaag. Dankjewel. Zal ik hem laten zien? Ja. Ja, ik ben ietsjes veranderd, maar toch. Dankjewel. Wauw. Dankjewel, Bert de Tom. Graag gedaan. Jee, heerlijk. Hubert is voor mij toch wel de man die de afgelopen jaren heel Nederland aan het fotograferen heeft gegeven. Dat is even mijn belangrijkste reden om hem te vragen. Mickey, even. Schitterend. Wauw, heel mooi. Nou, heel even, Catherine heeft net eigenlijk al alle sponsoren bedankt. Jazzy, ging dat goed met jouw naam? Want jij gaat zo meteen een feest van maken. Lex, met een absolute schat heb je mooi gezongen. Lieve familie, lieve vrienden, geniet vandaag. Ik sta hier heel erg blij te zijn. Nogmaals, dank aan mijn lieve moeder. En laten we hier gewoon heel erg fijn van genieten vandaag. Dankjewel.